Er staat vandaag een eredivisiewedstrijd op het programma. En vandaag gaat het dus tussen Ajax en ADO Den Haag. Nummers 1 en 2 tegen elkaar. Een belangrijke wedstrijd die misschien al bepalend is voor het kampioenschap. De verwachtingen zijn hoog en de fans van allebei de ploegen zullen gespannen zijn. Zegt de kijker op zijn klok en Ajax mag gaan aftrappen. Zo, wat een uithaal. Dat was zeker 20 meter. Knap hoor. Zich niet zomaar van de bal zetten. Serrero. Goeie ingreep, maar is de bal al weer kwijt. Die pikt hem op. Zuiverloon. Hij heeft de ruimte voor een voorzet. Houdt die bal bezit? Voorzet belandt bij een verdediger. Dat bleef het gevaar op zo'n schot. De doelman is ongelukkig. Via hem verdwijnt de bal in het doel. Alles voor een lijn. Wat een mooi doelpunt. Ja, mooi strak beneden in de hoek. Prima gescoord. Je ziet hem de hoek uitkiezen. En dat was de eerste. Op de breed, op de lat komt die bal. Dat was meer een reflex dan een sterke verdediging, maar in elk geval was het wel effectief. Einde van de aanval, buitenspel. Ja, en nu? Hij doet het. Duarte. Zuiverloon. Voilà. Mogelijk een goede kans hier. De doelman kan de bal gaan klaarleggen om een doeltrap te nemen. Nog eens dat doelpunt bekijken, Juri. Dat deed hij echt heel goed. Wat een doelpunt. Dit willen we zien. Duarte.
gestopt door de verdediging. Deze spelers lijken elkaar vandaag blind. Overtreding, vrije schop. Hij kan zelf doorgaan, maar ook afspelen. Wie kan er iets met die voorzet? Wie kan erbij? De voorzet is niet goed en de tegenstander gaat er met de bal vandoor. De bal kan door het midden. Dat duel wint hij glansrijk. Goed uitgespeeld. Goed. Oh. En doelpunt. Duarte. Zijn teamgenoot begint vast voor de bal uit te lopen. Er ligt een speler op de grond. Ik denk dat hij een spier heeft verrekt. Van Haren. Hola. De eerste helft is gespeeld, stand is 2-0. En eens kijken wat de tweede helft ons zal gaan brengen. De coach probeert iets nieuws. We zitten al in de tweede helft en ze staan achter. Een andere tactiek is dus prima. Dat is een vrije trap. Steekt zijn been uit en pakt de speler in plaats van de bal. Duidelijke overtreding. Geen twijfel over mogelijk. Overtreding gezien door de scheids. Ze vechten om de bal. Nog zo'n loepzuivere paas. Slechte voorzet van de. Geen enkele verdediger is tegen hem opgewassen. Gaat hij alleen door, speelt hij de bal af. Hij laat zich wegzetten. Serrero. Ja, en nu? Hij schiet tussen de palen. De ploeg die voor staat gaat wisselen. Met een verse kracht blijven ze denk ik makkelijker aan de leiding. Van Haren. De bal belandt voor het doel. Wie maakt het af? Voilà. Van Haren. De verdediger blokkeert dat schot. Voilà. Van Haren. Laat
laat zich niet uit balans brengen door die sliding. Rechts is de ruimte. Stop, zegt de verdediger. Duarte. Mooi onderschept en het gevaar is weer even geweken. Zijn voorzet belandt in het strafschopgebied. Wordt het een doelpunt? En de bal gaat weer terug. Hij raakt hem kwijt, maar heeft hem weer te pakken daar. Hij maakt zijn fouten gewoon goed. Van Haren. Voilà. Leuk gedaan hoor, maar het balletje is te kort. Vrije trap. En dat is een van de laatste kansen in de wedstrijd. Personele wijzigingen bij beide ploeg. Jansen. De bal stuit op een verdediger. Wat een blunder. Balverlies zo. Ja, en nu? Holla! Gered, maar de bal komt terug. Volley. Hij zit erin. Ja, ja. Ze spelen het goed uit door het doelpunt. Geweldige redding van de keeper dat eerste schot. Maar de aanvaller hoefde de bal er daarna maar in te tikken. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Lukoki. Welk team heeft het vaakst geschoten? De partij zit erop.